Oké, team gesproken, ik ben in mijn kingdom. Maar ik moet nieuws gaan vertellen aan mijn hertog. Ik weet waar zijn gebied is, we gaan naar hertog Olivier. Oké, aangekomen. Zo, hij heeft wel een goede plek uitgekozen, moet ik toegeven. Hij heeft de vaart erin gebracht. Even kijken. Oh, daar kan ik naar boven. Hup. Zo, Olivier. Hopla. Daar is zijn troonzaal. Ah, Oh, goed Olivier. goed. Maar goed, dat was echt een lange tijd. Ja, ik zie dat je best opgeschoten bent hier in dit gebied. Zeker. Nou, ik wil het even met jou een aantal dingen. Ja, even praten over met een aantal dingen over jou. Want er zijn in die aantal dagen dat jij niet bent geweest best wel dingen gebeurd. Zoals je ziet, ik heb Diamond Enchanted Armor. Ja. Ik heb Diamond Armor van een god gevonden. Ik wil jou zeg maar deze diamonds geven. Je weet hoe je Diamond Armor moet maken. Ik kan je alvast een beginnetje Zeker. maken. Ja. Maar laten we even praten over een aantal dingen. Heb jij bijvoorbeeld even een plek waar we heen kunnen? Gewoon naar de troon. Ja, kan wel. Oké. Zo, ik ga maar vier zitten zo. Ja, ik weet niet of jij Timo nog kent. Ja, die Die. gozer. Iedereen was zeg maar de wereld uit. Alles is weg, maar Timo was er ook nog. En je schrikt er misschien van, maar ik heb een alliantie met hem gesloten. En. Ja, we kunnen elkaar goed gebruiken. We hebben ook elkaar. Ja, excuses aangeboden. We gaan elkaar helpen. Ook al heeft hij ons veel aangedaan. Hij heeft Marijn vermoord. Oké, dat weet ik. Wij hebben ook een man van hem vermoord. Maar laat het daar maar bij. We moeten zeg maar gewoon een alliantie met hem sluiten. Het is best het beste. We moeten sterker worden en alles dus. Ik vind het niks. Nee, oké, maar we kunnen elkaar het beste nou gewoon ja, helpen. En hij heeft ook zijn excuses aangeboden. En hij was sowieso niks. Luister, wij zijn drie keer zo sterk als hem. Dus als hij ons aan wil vallen, boeit niet. Ik heb dit ding. En ik moet ook nog één ding laten zien. Ik had het ergens gevonden. Ja, Toen ik wat dan? het zat te zoeken, kijk. Oh, what the fuck? Wat is dat? Is het Kom hetzelfde maar. als dit? Zoiets? Een soort van. Je moet het zien. Nou, kom even naar buiten. Oké, ik volg haar gewoon. Ik weet niet wat. Is het een oog? Ja, denk het. Maar kijk, bloedspam heb je erop. Doet gewoon een bom, doet verder niks. Oh, oké. Dus Ik ga waarom zeg maar. Ik weet niet? wat we doen. Hou jij deze magie hier? Want er komt sowieso Dragonia, komt hier een keer heen. We verzamelen gewoon onze man hier. Ik neem teamen mee en we gaan gewoon daarna in de aanval. Ik weet niet of je dat al weet, maar ze komen hierheen. Ja. Weet je wat? Ik ga nou snel naar mijn kingdom. Ik ga een andere man vertellen, de soldaten. Wacht, waar moet ik hier langs? Sorry. Ik spreek jou later wel. En dan hebben we het hier nog even over, oké? Ja. Hey, gegroet. Goed. Zo. Op naar huis. Nou ja, laat ik snel naar Mechnosia gaan en het de man vertellen. Let's go. Oh. Nou, ik kom even van Olivier af. Lekker rustig. Nou ja, we moeten nog veel bouwen. Er komt nog zo'n grote muur omheen ook. En, oh, what the fuck. Olivier? Ja, ik moest even iets heel gaan vertellen. Ik heb weer een nieuw land gespot. Oké, weet je waar het is? Ja, ergens. Ik moet weer even coördinaten weten, alleen ik Nou, weet je verwacht wel, we gaan wel zoeken. Je weet ongeveer toch wel waar het is? Ja. Oké, dan gaan we er gewoon heen, oké? Ja. Oké, Olivier, hier is het, zeg je ergens? Ja, volgens mij daar. Oké, ja, ik zie het nu niet. Ja, ik zie wel wat. Oké, we gaan er gewoon naartoe. Ja, God, hier dat heeft het in gelijk. bouw is Ik schiet alleen. gewoon wat af. Oh shit. Wat was dan? Geen idee. Hey, nieuw land. Wie zijn Hey, jullie? wie zijn jullie? Ja, ga maar niet fokken. Ja, haal die boog maar weg hoor. Ah. Dat kan ik ook. Ja, maar wij hebben er twee, dus. Jullie zijn twee keer sterk. What the fuck zijn jullie? Ja, Ga wie weg. zijn Dit is jullie? ons land. Moet ik hier wat Oh. dingen, moet ik hier wat dingen op gaan blazen? Nee, nee. Niet doen.
Ja, nog één keer schieten en ik ga dingen opladen. En je kan sowieso niks doen. Ik ben een van de enigen met diamond gear, dus doe maar niet. Oké, wat zijn jullie? Wie wat? Jullie hebben bijna dezelfde vlag als ons, zie ik daar wat. Wij zijn Kingdom Nomia. Ja, wij zijn meer hier al een tijdje. Ja, we zitten hier al een jaar te bouwen. In, ja, jullie zijn nog volop in dingen, maar wat. Ja, Olivier, houd je wel in de gaten alsjeblieft. Ik weet niet wat jullie hier doen. Ik heb nog nooit van jullie gehoord. Ik weet niet hoe lang jullie hier al zitten. Het interesseert me verder of niet. Maar hoe komen jullie aan überhaupt aan die magie? En die heb ik gekregen. Van wie? Van een oud magier ergens in het bos. Was je overgroot ding als een magier? Ja. Ja, deze heb ik van de oppergod gekregen van de Heaven. Oppergod? Wat is Heaven? Dat is Heaven, dat zijn goden. Nou, Heaven is hemel, zeg maar, en dat zijn de sterkste goden die er zijn. Oh. Die kunnen ook niet dood. Er is één man die ze dood kan maken, dat is de hel. Maar die zijn nog niet gespot. Maar ik heb hier dit nog nooit gezien. Jullie hebben bijna dezelfde vlag als ons, maar jullie hebben het grijs-geel. Wij hebben zwart-geel. Ja. Ja. Olivier, wat moet jij hiervan vinden? Ik weet niet hoor, maar ik had het niet overeind gelaten. Even over die goden. Jullie hebben ze nog nooit gezien of zo? Ik wel. Ik heb de oppergod gesproken, ik ben bij hem geweest. Nou ja, ik geloof niet in goden, dus ja. Ja. Oké, hoe moet ik het laten zien? Ik heb een spel gekregen van de god. Dat is een spel, die kan wel even laten zien. Deze spel hebben alleen goden. Ik ga aan de kant. Maar ben jij god dan? Ik ben een god geweest. Ik kan je wel even laten zien, dit is een spel, die hebben alleen goden. Hoezo ben je nou geen god meer? Holy shit. Kijk. Dat raakt, ja, ik ben geen god meer, want geloof me, een god zijn is niet chill. Maar hoe ben je dan weer levend geworden? Dat was door een vloek. Ik ben met bliksem geraakt op een berg. Ik ben naar beneden gevallen. En ik ben wakker als een sterfelijk persoon in ijs. En toen heb ik daar iemand ontmoet, die is ook dood. En ja, ik kan je nog wel laten zien. Deze wil ik jullie wel geven, want ik ben toch vriendjes met hem. Wie zou ik hem geven? Dit is een notch apple. Aan mijn side. Aan mij ook. Vanuit. Deze heb ik ook gekregen. Dit is een van de enige op het moment. Oké. En als je dat eet, dan voel je tijdelijk geen pijn. Shit. Dus als jij zeg maar dat ding nou opeet en ik hit jou, dan voel je het gewoon bijna niet. Oké. Nou ja, ik wil niet lang blijven. Wij gaan gewoon weer. Ik weet niet of ik jullie verder kan vertrouwen, maar ik geloof het niet. Ja, wij kennen jullie niet, dus ja. Ja. Ja, hey, jullie horen nog van ons. Oké. Kom Olivier, we gaan. Yo, ineens kwamen ze met zo'n raar ding in de hand. Wat was dat? Oké, Olivier. Ik wil denken aan iets gaan doen. Ik heb jullie nooit zelf gegeven. Ik heb gezegd dat het de enige is. Dat klopt ook. Maar ik vraag gewoon nieuwe. En ik kom terug voor comeback. Ik vind het er best mooi uitzien en ik wil het ook best hebben hier zo. Ik ook. Dus we komen hier gewoon terug en we nemen het wel over. Laten we teruggaan naar Mignosia.